zitten inmiddels alweer in de bus. Die vertrekt hier vanavond ons hotel, Radisson Blu, naar de ingang van de Disneyparken. Het is onze laatste dag vandaag hier in Disneyland Parijs tijdens kerst. En onze bedoeling is in ieder geval in Disneyland Park een aantal shows te gaan bekijken. Het gaat om de Princesses Waltz en daarnaast de kerstparade, want die hebben we nog niet gezien. En voor de rest tussendoor gaan we waarschijnlijk wel wat attracties doen. De vraag is eventjes hoe druk het is, maar dat zal denk ik wel meevallen gezien onze ervaring tot nu toe. Dus dat wordt onze Disneyland dag voor vandaag. Dans 5 minutes pour découvrir la parade de Noël Disney. Merci. Vanuit de parade hebben we even een rondje gelopen en kwamen in Fantasyland uit. En we dachten van misschien gaan we eventjes met een kerstman op de foto, maar daar staat 100 minuten. Ja, dus en dat was ons toch een beetje te grappig. Ja. Dus, en bij de It's a Small World staat maar 10 minuten. Dus dat is wel leuk, want we willen graag straks naar de Princess Waltz naast het kasteel. Dus nog een show waarschijnlijk met de prinsessen. Dus we zijn wel mooi dicht in de buurt. Ja. Dus we doen eerst eventjes de It's a Small World. En het zou leuk zijn als een klein beetje kerst dat dit moet erin toegevoegd zijn voor de kerstperiode. Maar volgens mij niet. Maar dat gaan we zo zien. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Royal Sparkling Winter Waltz. I see a princess dancing on the multicolored.
warmtepet valt naar beneden. Nee. Ja. Nee, laat maar aan. Die heb ik nou onderaan de rug zitten. Oh, is ook wel lekker. Maar Loes, die had me een warmtepet in de nek gedaan voor de warmte. Nou, is best lekker toch? Ja, maar nou zit hij heel laag. Maar wat ik nog eventjes wou laten zien is natuurlijk... Niet dat hij er in één keer onderweg valt. Ja, daar ligt hij. Ja, precies. Ja. Wat ik natuurlijk even wou laten zien is het Adventkasteel van Disney. Elke dag in december gaat er weer eentje open. Dat gebeurt 's morgens. En op dit moment is het dus de... Ja, de sok die opengemaakt is. En vandaag is het de piende, hè? Ja. Je kunt er ook nog aan draaien, blijkbaar. Dus hier wordt elke dag wordt er eventjes een vakje opengemaakt om af te tellen tot aan kerstmis. In dit kleine kasteel met het grote kasteel op de achtergrond. En wat we nou eventjes gaan doen is via Adventureland gaan we naar Indiana Jones. Die hebben we vorige keer ook niet kunnen doen. Temple of Peril. Ja. Nee, de vorige keer was hij dicht toen we hier waren. Toen werd hij volgens mij gerenoveerd. Maar hij is nu weer open. Dus dat is wel een gaaf achtbaan. Dus daar gaan we nu naartoe. Vijf minuten, wat een tijden. Ideaal. Ja, als we deze hebben gehad, dan hebben we ook niet alle grote attracties hebben gehad. Ja, de tower nog niet. Oh nee, dat is niet zo vast. Maar... Snap het niet, als je erin zit vind je dat hartstikke leuk. Ja, nee. Lijkt het? Wel, ik ben vooral blij als het er klaar is, zeg maar. Kevin wilde altijd zo heel graag in, dus dan denk ik altijd van, weet je... Als ik de keuze had... Het is juist een van de... Ja, grote topattracties hier. Ja, wil ik. Ja. Nee, als jij er nog graag in wil, dan wil ik een beetje mee, hoor. Terwijl we al bijna aangekomen zijn hier. Bij de ingang van de Indiana Jones. We zitten in de Indiana Jones. En dat is nooit heel makkelijk om te filmen, maar we gaan het toch proberen. Eigenlijk dan helemaal op hetzelfde, hè? Maar voor je zee bijna niks. Nou, daar gaan we hoor. Gaat hij is wel heel snel, hè? Ja, deze heeft heel snel of heel kort eigenlijk. Best wel steile drops en die zijn nu lang, maar die heb je bij de andere achtbanen wat minder. Die gaan wat sneller of zo. Het is 45 seconden, denk ik, langer niet. Maar wel leuk om deze eens een keer gedaan te hebben. Ja. En een keer over de kop hier in Disney gebeurt dat al niet zo heel vaak. Nee. Alleen in de. Ja, de Space Mountain, Space Mountain en de natuurlijk. Rock and Roller Coaster, maar ja, die is dicht. Die is nu dicht, klopt. Dus ik denk dat we eventjes naar dat Indiana Jones winkeltje heen gaan, iets verder. Dat vond ik wel leuk. Terwijl we bij de Pizza Outpost staan. En daar nog wat mensen op de foto. Maar deze is niet open. Nee, maar het rare is, deze staat die, maar die is niet open. Steakhouse is ook niet open. Volgens mij zijn er nog wel meer niet open. Die dat weet ik niet, want Silver Spur Steakhouse... Ja, stond op die gesloten app van jou. Dat zou het zijn. Daar waren we gisteren. Ja, zou ik wel.